net de beleefde jongens. Ja. Die hartstikke veel geld meekrijgen ook. Tenminste, ze kopen voor 45 euro boodschappen. Ja, dat was wel een hele budget volgens mij. En dan staan ze te discussiëren over wat de gezondste melk is. In plaats van dat ze een zak Mars en een Shandy kopen of zo. Maar ze doen eigenlijk niks stouts. Nee. Hoe kan dat nou? Ja, nou ja, dat is precies waar ik wilde niet die jongens die, zoals je in twee films eerder zag, zeg maar. De uiterste, zeg maar. Dus het, toch? Alleen maar bier drinken en overdag op het strand liggen te slapen. En, maar zij zijn zo, ze bellen volgens mij wel 3 keer per dag met hun ouders. Ja. En nou ja, ze proberen niks uit. Ja. Nee, dat klopt. Waar vind je die kinderen? In Amsterdam. Goede buurt. Nee, ja, dat is natuurlijk ook. Bedoel, kijk, dat is, ze hadden, zoals ze van tevoren en zoals ze af en toe ook uitkomt, veel stoere praat van tevoren, zeg maar. Dat ze grote dingen gingen doen en langs de kant van de weg gingen kamperen, want de camping was toch echt wel voor mietjes. En dat soort dingen. Ja, ik had wel al lang aan de jongens gezien dat het inderdaad keurige jongetjes waren. En nu kwam er. Ik had wel verwacht dat er iets meer zou gebeuren. Maar er kwam gewoon bij dat die ene jongen heimwee kreeg. Want dat zijn allemaal dingen die je dan van tevoren niet kan verzinnen. Waardoor hij een soort van druk op de groep legde die het best lastig maakte, zeg maar. Om dan vervolgens nog heel veel dingen te gaan ondernemen. Ja, omdat dat echt wel een ding was wat heel erg zwaar op hem drukte. Omdat hij zich ook heel erg verantwoordelijk voelde. zoals ook te horen is. Dus ik denk dat het ook wel daarmee te maken heeft. Dat hij heimwee kreeg en dat een stempel op de groep drukte. Maar ja, ik vond dat ook wel juist heel grappig en schattig, zeg maar. Ja, echt kinderen nog. Ja. Het is misschien inderdaad een beetje extreem, maar dat was wel waar ik naar op zoek was, zeg maar. Jij deed toen jij 13 was en op vakantie ook niks stout. Ik ben helemaal niet stout. Nee, ik vind het mooi omdat het, ik bedoel, achter dat balorige of zo, zit toch wel weer iets. Ik vind het mooier ook om het te concentreren op die dingen die daar dan nog weer eens achter schuil gaan, zeg maar. Je zocht ook niet naar een groot drama. Nee. Ik vond het wel bijzonder dat ze ontvouwen. Want je vertelde dat het niet onderdeel was van het verhaal, die angst van de jongen om te redden. Nee. Waar hij weer en ook angst om in de tent te slapen. Nee, het was ook heel raar natuurlijk, omdat hij kwam namelijk echt met van, ja, ik heb een trauma. Toen dacht ik, ja, is dit nou een grapje? Of in eerste instantie vroeg ik me ook af of ik dat dan moest geloven. Maar het lastige aan deze hele film is dat hij natuurlijk de hele tijd op het water speelt. De ochtend daarna zat hij echt huilend in de boot. Maar toen waren wij de andere boot waar we mee waren nog aan het inpakken. Toen had ik in ieder geval wel zoiets, het komt wel, maar het was wel eventjes iets voor mij waar ik ook echt in de film een soort van omschakeling, tijdens het draaien een omschakeling moest maken van, ja. Ik was wel ervan overtuigd, maar dat is ook heel grappig, want je ziet ze dus in een situatie bij hun ouders waar ze toch wat meer vrijheid hebben ofzo, volgens mij. Dat is denk ik ook wel wat ik voelde op vakantie, Max, het bruine jongetje, zeg maar, die was echt heel bijna ADHD-achtig, zeg maar. Die was overal nergens. Op een gegeven moment waren we bij hun thuis en ging dwars door de spiegel heen. Dus ik had wel het gevoel dat die drie mensen bij elkaar en de dynamiek in die groep, er moet iets gaan gebeuren, zeg maar. Er gaat een moment komen waarop ze het niet met elkaar kunnen vinden en waarbij ze dan moeten besluiten van gaan we verder of gaan we terug? En dat is eigenlijk natuurlijk wat er nu ook gebeurt. Dus het zat wel op die manier wel een soort van in het verhaal. Dat had ik wel opgeschreven in mijn filmplan, zeg maar. Dat ik daarna op zoek ging.
Maar de grap was dat dus de hele groep langzaam ook verandert als je ze uit de veilige situatie haalt van ouders, alles eromheen. En nu moesten ze opeens grote jongens zijn en gingen ze dat dus ook doen. Toen ik die jongetjes moest zoeken, was het ook nog eens een keertje zo dat een beetje een gekke vraag als je scholen gaat opbellen of weet ik veel waar. Ik heb van alles geprobeerd, maar die komt steeds aan met de vraag, goh, ik ben op zoek naar jongens van een jaar of 13 die alleen op vakantie gaan en dan wil ik dat graag filmen. Ja, oké. Okay. Dus de ouders van deze jongens, of een van deze ouders van deze jongens, die had ook echt zoiets, die kwam binnen en die zei, jij gaat met mijn jongens op vakantie? Ik dacht het niet, hè. En dan hebben we echt gewoon een paar uur over zitten praten en uiteindelijk was ze er wel van overtuigd dat ik toch niet heel raar was. Maar het was wel lastig dat als je meegaat met die jongens en je wil dat ze alleen zijn, dat je er dan bij bent. Dus ja. We hebben heel erg besloten om die afstand zo groot mogelijk te houden. We hadden onze eigen boot. We hebben ze ook echt heel veel gewoon alleen gelaten. En ook gewoon gezegd tegen de ouders en tegen de jongens ook, als jullie in het water vallen, alleen als je echt verdrinkt, maar daarvoor kom ik je niet helpen, zeg maar. We hadden een camper waarmee we die meereed ook, zeg maar. En daar hadden we gewoon ons eigen ding. Dus ja, we hebben zoveel mogelijk geprobeerd juist afstand van ze te houden. Waar je normaal gesproken meer probeert om je onderwerp, zeg maar, bekend te maken met je cameraman, je geluidsman en omdat je daardoor wat dichterbij zou kunnen komen, zeg maar, heb ik juist nu besloten om niet de cameraman en de geluidsman mee te nemen van tevoren, om juist die afstand te bewaren. Zeg maar. Hoeveel is afgesproken? Hoeveel spreek je af met de mensen? Ik bedoel bijvoorbeeld die brugwachter die dan bijvoorbeeld zegt dat even die wordt al 2 of 3 keer op die knop heeft gedrukt. Je hoort ook een auto plaksoneren. En dan hoor je van die jeugd tegenwoordig, schiet het niet op. Weet je, zo een paar eenden die dan. Is het heel veel wachten wat je doet op het juiste moment te filmen? En hoeveel spreek je af met de mensen die maar heel vluchtig te zien zijn? Nou ja, dat is het heel gekke met deze film. Normaal gesproken kan je natuurlijk aardig wat plannen. Maar dit ben ik ook gewoon ingestapt als een soort van avontuur van we gaan het proberen en we gaan kijken wat er uitkomt. Normaal gesproken, als je gaat draaien over een turnmeisje of zo, dan natuurlijk spreek je af dat je naar een training gaat en zorg je dat de coach daar is. Of dat soort dingen spreek je wel af. Maar hier, eigenlijk het enige, hebben we niet eens echt heel erg afgesproken, maar het enige, die supermarkt die erin zit, daar zijn we van tevoren naar binnen geweest van, goh, deze jongens zitten hier in de buurt, waarschijnlijk komen ze langs, mogen we hier draaien. Die brugwachter is gewoon pure marzel. Ja. Ja, en dat ze 3 keer op het knopje drukken en dan aan het bellen zijn en dat hij vervolgens al naast de brug staat, is ook... Dan zit het even mee. Dat zit het heel erg mee, ja. Ja. En je had ook die 3 brugspringers geboekt? Nee. Dat was ook... Is ook zoiets wat je... En ook niet die... Dat is natuurlijk een soort van mooi thema dat ze het aan het eind van het film zelf weer doen. Maar nee, dat die jongens daar van de brug afspringen op dat moment... Natuurlijk, ze waren daar en ze doen het natuurlijk wel op het moment dat wij langs waren om ons, zeg maar, nat te krijgen en te imponeren. Maar die hadden we niet. Nee. Ik probeer dat, ik ben helemaal niet van de fascinatie in film, wat je best kan doen en wat best mooie films kan opleveren, maar ik ben nogal purist eigenlijk. Ja. Ik vind het, ik, ja, het, ja,
sommige dingen kan je gewoon niet verzinnen. En als je dat dan gaat forceren door het wel te willen sturen, krijg je meestal niet wat je in je scenario hebt staan, zeg maar. Ja. Film je nou ook anders voor volwassenen dan voor kinderen? Nou, ik heb wel, ik vond het voor kinderen niet zo erg om zo'n lichte film te maken, zeg maar. Voor mij is die eigenlijk iets te licht voor wat ik normaal maak. Maar dat lijkt me juist voor kinderen wel leuk, want er zitten in die Kids and Dogs ook een heleboel films die gaan over kinderen die ziek zijn. En weet ik wel. Dus ik had wel echt voorbaat bedacht, van, nou, misschien is het ook wel leuk om iets te zien wat gewoon over drie normale jongetjes gaat. Maar dat hangt daar alweer mee samen. Je wil niet je kan best een dramatisch verhaal vertellen aan kinderen. Maar je wil niet dat ze de zaal uitgaan en dat ze met een soort van gevoel naar buiten gaan. Dat ze denken de hele wereld is kut. Dat wil je bij volwassenen wel. Bij volwassenen, ja, nou ja, ik hou heel erg van verhalen vertellen over dat de wereld een soort van cirkel is of zo. Dat dingen gaan en komen en dat sommige dingen gewoon verdwijnen. Of, ik ben nu een film aan het maken over een kleine school in Drenthe die volgend jaar moet sluiten. Ja, en die gaat gewoon dicht. Dus er is niks leuks aan het einde waarschijnlijk. Nee. Dus ik vind dat voor volwassenen wel iets heel anders. Ja. Mm-hmm. Die mag je best confronteren met dingen. En kinderen die kunnen ook heel veel hebben, volgens mij. En dat is ook wat ons in de workshop steeds op het hart gedrukt is, zeg maar. Je kan ze best wel zware dingen vertellen, maar je moet wel opletten dat ze nog willen de zaal uit kunnen. Een slotvraag. Het is denk ik 2 zomers geleden opgenomen. Als je deze meerekent, dan is het 2 zomers geleden. Ja, precies. Heb je nog contact met die jongens? Zijn ze inmiddels naar Salau geweest met z'n drieën? Nee, ze zijn nog niet naar Salau geweest, maar dat zijn wel, ze zijn wel naast hun schoenen gelopen. Sinds, ja, door die film. Iedere keer als ik ze ergens mee naartoe neem, dan worden ze, maar dat is weer de grote mond volgens mij, want als ze in Salau zo neerzetten, dan denk ik ook dat ze alsnog heel keurig zijn. Maar ik heb een paar voorstellingen met ze voorin gehad, waar ze bij waren en daarna voorin uitgenodigd. En, ja, dan worden ze steeds sterallures. Steeds meer sterallures. Ja. Maar zijn nog wel vrienden van elkaar. Ze zijn nog steeds vrienden. Leuk. Nou, dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. Morgen doen we weer een blok van dit soort documentaires. 2:30, zelfde plaats. Dan doen we de meisjes. Dank je. Hey.